De regels ga ik even voorlezen. In onze wijk sporten en spelen we met elkaar. Helpen we elkaar, lossen we conflicten op, hebben we respect voor elkaar en voelt iedereen zich fijn. Er werd gezongen en gedanst op de Jack P. Thijssen School. Het afgelopen jaar kreeg de school al een nieuw maritiem sportief profiel en een nieuw logo. Vandaag kwam daar het manifest bij. Kinderen uit groep 7 die in de kinderwijkraad zitten bedachten samen de regels voor een vreedzame school en wijk. Wethouder Tjitske Biersteken onthulde het manifest onder luid applaus van de leerlingen. Klein feestje net op schoolplein, ter ere van? Van eigenlijk de uitrol van de vreedzame wijk. Hè? Het soort tekenen van een manifest om te laten zien hoe je niet alleen op school, maar ook in de wijk met elkaar om wilt gaan. En dat is dus echt een leuk markeringspunt om dat nog zo vlak voor de vakantie echt met elkaar uit te kunnen rollen. Ik vond het echt een feest. Ja, kun je uitleggen wat het dan precies is, zo'n vreedzame school en een vreedzame wijk? Het is eigenlijk zeg maar de basis die gelegd wordt van zo gaan wij met elkaar om. Je kan het zien als een democratische samenleving. Bijvoorbeeld een onderwerp is hoe dragen wij een steentje bij? En het doel is uiteindelijk verbinding. Wat hebben jullie precies in je hand? Het manifest die we hebben bedacht met de kinderwijkraad. Ja, en ik zie dat het allemaal getekend is. Hebben jullie dat ook allemaal zelf getekend? Nee, dat hebben de kinderen uit verschillende klassen getekend. En wij hebben het in één manifest gestopt. Wauw. Dat iedereen een beetje mee kan doen. Ja, ik hoorde jou net zeggen de kinderwijkraad. Kun jij vertellen wat dat is? De kinderwijkraad helpt om de wijk beter en vreedzamer en helpen ook kinderen. En heb je ook een voorbeeld van een idee wat jullie bijvoorbeeld hebben geopperd? Wij hebben nog ideeën voor de toekomst. Een speed date, dat is een soort van ontmoeting, gaan we doen met de scholen in de buurt. Zodat we hun beter leren kennen en socialer kunnen worden met hun.